Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft vanmorgen de pers geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de wijzigingen op het kruispunt van het Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie, verzorgde een presentatie over de huidige en de nieuwe situatie. Hij hoopt dat de samenleving de instructies van het ministerie en de politie zullen opvolgen. Totdat het verkeerslicht in werking is, blijft de huidige situatie van kracht, zegt Wip. Komende uit de Slangenhoutstraat richting Latour, rechtsaf naar de Van Hogerhuisstraat, zal in de nieuwe situatie wel toegestaan zijn. In de huidige situatie is dat niet toegestaan. Rechtsaf slaan, komende vanuit de Slangenhoutstraat west, zijde van Surmak, is rechtsaf richting de Van Hogerhuisstraat richting Latour wel toegestaan in een nieuwe situatie. Nu is het nog niet toegestaan. De Van Hogerhuisstraat richting de Slangenhoutstraat west, linksaf, is toegestaan. Die komt vanuit de zuiden naar de Slangenhoutstraat, west, linksaf, is toegestaan. Komen er vanuit de zuidelijke richting, rechtsaf naar de Slangenhoutstraat richting Beekhuizen, is ook toegestaan. Dus kortom, bij de werking van het nieuwe verkeerslicht zullen alle richtingen zijn toegestaan op dit kruispunt. Het is belangrijk dat we het even illustreren wat kan en wat mag. Komen we vanuit de zuidelijke richting, rechtsaf naar Beekhuizen richting de nieuwe brug, is toegestaan in de nieuwe situatie ook. De wijzigingen bij het kruispunt waren nodig om het verkeer van en naar de nieuwe brug over het Saramakka-kanaal bij Beekhuizen in goede banen te leiden. Volgens OWTNC-minister Patrick Pengel is de levensduur van de Beekhuizenbrug 75 jaar. De totale kosten voor de bouw van de brug zijn geramd op 13 miljoen Amerikaanse dollar. De bewindsman zegt verder dat de gemeenschap door middel van infomercials geïnformeerd zal worden over de gewijzigde verkeerssituatie. Verkeer beter te doseren, dat mensen goede routes kiezen en dat ja, als we aan de nieuwe situatie gewend zijn, dat we dus rekening houden met de werking van het verkeerslicht. Alles is een combinatie, dus er is een serie van maatregelen die we gaan bekijken. Veel gestelde vraag is waarom we geen rotonde hebben gezet op dat kruispunt van het Hogerhuisstraat en Slangenhoutstraat. Gewoon als we kijken naar de dimensies van de wiegen, gewoon als 90 graden kruispunt, dan is het niet zo moeilijk om in te denken hoe groot die rotonde zou moeten worden om het verkeer vlot te kunnen laten doorstromen. En die ruimte, fysiek hadden we die ruimte gewoon niet. En is dus gekozen om een verkeerslicht daar te plaatsen. OWTNC-minister Patrick Pengel. Hij sprak vanmorgen tijdens een persconferentie over de situatie die zal wijzigen op het kruispunt Slangenhoutstraat en van het Hogerhuisstraat. De brug bij Beekhuizen wordt volgende week zaterdag officieel opengesteld. Ook zullen de nieuwe verkeerslichten bij het kruispunt in gebruik worden genomen.